Goedemorgen, ik ga u iets vertellen over hoe u de bunker in en uit kan lopen als uw bal daar ligt. Je kunt twee lagen inlopen, hier en aan mijn linkerkant. De bedoeling is dat u daar in en uit gaat lopen en niet de steile kant gaat inlopen en uitlopen. Want u ziet, de zwarte grond komt omhoog en de hele kant die wordt kapot gelopen. Nou, u heeft uw bal daar geslagen. Het is de bedoeling dat u de lage kant inloopt. Had ik vast meenemen. Slaat u de bal eruit. Heeft u geharkt? Pakt u de hark met twee handen vast. Niet met één handje, zoals de meeste mensen doen. Kunt u nu goed harken. Als u gewoon netjes over uw inloopvoetstappen gaat lopen, hoeft u maar één keer te harken. En het is ook makkelijk om van je af te harken en niet naar je toe. Want als je naar je toe harkt, dan neem je veel te veel zand mee. Dat is niet handig. Nou, dan bent u klaar. Heeft u de bunker netjes aangeharkt. Legt u de bunkerhark neer. En dan gaat u verder met het spel. Dus ik hoop dat het zo voor de golfers iets duidelijker is. Zodat we onze mooie nieuwe bunkers kunnen behouden. Op Golfclub Hilsum.